Hartelijk welkom mensen allemaal in deze eredienst. Allemaal gezegende Sabbat toegewenst. In deze dienst, ook door de week natuurlijk, voor de mensen die aan het studeren zijn, een gezegende week toegewenst. Wij willen met z'n allen weer een mooi lied zingen. U ziet dat op het psalmbord staan. Ik heb het volgende lied ook genomen ten opzichte van vorige eredienst. En dat is psalm 30. Die sluit ook weer mooi aan in hetgeen waar wij nu over willen spreken met z'n allen. Want in psalm 30 vers 1 lezen we en zingen we: Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Dus we geven God alle lof en eer. Geeft hem heerlijkheid. Eerste engelenboodschap, zoals u weet. Laten we samen zingen psalm 30 vers 1. Zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Daar willen we ook met z'n allen straks over spreken. Die vijand van God en God zelf. De grote strijd tussen Christus en Satan. Moet u niet onderschatten wat er zich in de eindtijd zich gaat afspelen. En dat willen we ook in deze eredienst met z'n allen onderzoeken en bespreken. Maar eerst willen we de Heer zoeken in gebed. Wilt u samen met mij de Heer zoeken in gebed? Bidden voor elkaar, voor het woord te openen en voor de zieken. Laten we daarom de Heer zoeken in gebed met z'n allen. Lieve goedige trouwe God of Vader, lieve Heer Jezus. We leven in de eindtijdgeschiedenis. Uw wederkomst is op handen. Dat beseffen we met z'n allen heel goed, als we zien wat er allemaal om ons heen gebeurt. Maar we hebben nog een weg te gaan. We hebben nog een luid roep te brengen. Misschien zitten we daar al in. We moeten ons zo goed voorbereiden in hetgeen wat eraan staat te komen. We bidden daarom van u of u met uw Heilige Geest over ons wilt komen. Dat we het mogen verstaan, mogen begrijpen. Dat u ook in het bijzonder bij die mensen zijn die ziek zijn, die het moeilijk hebben, verdriet hebben. Ziek thuis liggen of in het ziekenhuis liggen. Vader in de hemel, u weet wat eraan staat te komen. En u weet ook hoe de situatie zich zal voordoen. Wat worden wij beproefd? Niet één uitgesloten. Heren, we bidden daarom voor die mensen. Die geliefden ook al hebben verloren. Door hetgeen wat er zich allemaal om ons heen afspeelt. Help ons mee, lieve Heer Jezus. Help hun mee. Want we gaan de middeleeuwen weer tegemoet. Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, wilt u daarom bij ons zijn in deze eredienst. Dat we heel goed mogen begrijpen waar het om begonnen is. Inderdaad. Zoals het begonnen is in de hemel, met Lucifer, die uw bestuur verachtte door uw wet ongeldig te verklaren. Zo staan wij nu in deze wereld. Massa's mensen die uw wet ongeldig willen verklaren. En dat worden de handlangers van Satan. Dat gaan we steeds beter begrijpen. Kom daarom met grote kracht over ons in deze eredienst. Ook over mij,
Want uit mezelf kan ik ook niets. Dan bidden we alles om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. En wij willen graag die geweldige mooie wet van God in ons hart hebben. En zoals het is begonnen, zo zal het ook weer eindigen. Dat beseft u ook. Dus vandaar, wij moeten heel goed die verbanden gaan verstaan. Want Jezus Christus is de Alpha en de Omega, dat weet u. Het begin en het einde. Exodus 20, de versen 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden, zegde: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U weet deze drie, draak, beest, valse profeten. Dat is de aanbiddingsvorm van hun. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God. Dit misdaad der vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Dat is de Sabbat, de 7e dag van de week. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelf. Dus als u de Sabbat houdt, en niet alleen maar de Sabbat houden, en voor de rest geen verandering in uw hart hebben, dat heeft natuurlijk weinig zin. Dat komt er straks ook allemaal uit, dat begrijp je ook. Maar vooral ook, u wordt geheiligd op die Sabbatdag en ook gezegend door God. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, in het beloofde land, laten we dat er maar tussen zetten, dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren in uw naasten een huis. Gij zult niet begeren in uw naasten een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Amen, kunnen we daarop zeggen. Geweldig, die wet van God, waar we weer over gaan spreken met z'n allen. Want u weet dat daar alles van afhangt. Echt alles van afhangt. En voordat we daarmee beginnen, wil ik even al een klein tekst, korte tekst uit de Romeinenbrief halen. En vooral uit Romeinenbrief 3. Dat gaan we straks ook een beetje uit studeren. En dat is vers 21 staat er mee. Van Romeinen 3. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaar geworden. Zonder de wet hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Die horen bij elkaar. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Er komen 3 volken en er is geen onderscheid tussen die 3 volken. En u weet, vorige keer hebben we Romeinen 3 vers 31 gelezen. Ik zal hem er nog even voor u bij pakken, want dan denken we, oh, dan hoeven we de wet niet te houden. Nee, dat staat er niet, dat wordt niet bedoeld. Doen wij dan de wet teniet door het geloof, dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Dus pas op, hoe leest gij? Wel alles lezen. En niet versen eruit pakken, op wat voor manier ook maar. En daar willen we nu mee starten. Met in het bijzonder weer naar Bijbelcommentaren terug. Kan u nu al vertellen, voordat ik ook start, dat we nu alles gaan zien in
het licht, het geweldige licht van Jezus Christus en dit aards allemaal. Alles wat duivels is, verderfelijk is, werelds is. Die twee verschillen willen we pakken. Vaak spreken we alleen over het licht of alleen over de verborgenheid en ongerechtigheid. Maar nu wil ik die twee heel nadrukkelijk naast elkaar leggen. Want dat zult u straks ook merken in de grote verkondiging, dat dat heel belangrijk wordt. Dus, we gaan nu weer terug naar bladzijde 507 in het Bijbelcommentaar. Dan wil ik u ook twee gedeeltes daarin lezen. Dus het geweldige mooie en het verderfelijke. Naam christenen, naam zevende dag staat, het is de naam joden. Laat ik duidelijk zijn erover. En een hele groep die daar uittrekt en die blijdschap heeft en het karakter van Jezus Christus heeft. U ziet het positieve en het negatieve. Dus houd dat deze eerste, wat ik zeg, eerstvolgende erediensten vast. De laatste vier van de Korinthebrief. Want we zijn nu in Korinthe 10 en we krijgen nog 11, 12 en 13. En dan gaan we verder met Jona in deze box, de mensen. Bladzijde 507, waar we vorige keer zijn gebleven, en dat is iets onder de midden, te dicht bij de valleien der aarde. Daar staat we. Te dicht bij de valleien der aarde. Jezus zei dat hij, de Heilige Geest, de trooster in de wereld zou zenden. Geweldig, positief dus. Die verandert ons karakter, wat we net hebben gelezen, de wet van God in ons hart krijgen we, naar het beeld, het enige juiste beeld. We hebben ook een beeld van het beest, maar dit is het juiste beeld van Christus Jezus, onze geliefde heiland. En als dat gebeurt, weerkaatsen wij als in een spiegel, de spiegel is de wet van God, de heerlijkheid des Heeren. Dat is het. Dat moet je goed onthouden. Dat wil zeggen dat het karakter van iemand die op deze wijze Christus aanschouwt, zozeer op dat van Christus lijkt, dat wie op hem ziet, dus ook die persoon, maar ook op Jezus Christus ziet, maar ook op die persoon, ziet het karakter van Christus als in een spiegel ziet schijnen. Beseft u dat? Dus het karakter van Christus als in een spiegel de wet van God ziet schijnen. Dus de wet van God vertegenwoordigt u. Geweldig. Een goddelijke natuur hebben wij. En zijn wij deelachtig geworden. Zonder dat wij, dat moeten wel even bij, het zelf merken. Worden wij van dag tot dag veranderd. Door Gods Heilige Geest. Dat is bijzonder. Want hij is onze middelaar. Hij is ook onze zaligmaker. Van eigen weg en wil, dus het eigen ik, moet onherroepelijk sterven, naar de wegen en de wil van Christus. Wij zijn volgelingen van Jezus Christus. Dat weet u ook in Openbaring 14, vers 4 en 5. Er is geen bedrog in ons gevonden. En wij volgen Jezus waar hij ook heen gaat. We zijn wijze maagden geworden. Naar de wil van Christus. Naar de lieflijkheid van zijn karakter. Wet van God. Op deze wijze wassen wij op in Christus. Hebben wij een ervaring met hem. En weerkaatsen ongemerkt zijn beeld. Het juiste beeld. En niet het beeld van het beest. Nee, het juiste beeld. Niet het afvallige protestantisme, want dat is dat andere beeld. Het ene beeld van het beest. Het beest zelf, laten we zo stellen eerst, is natuurlijk het pausdom. En het beeld van het beest wordt gemaakt door het protestantisme. Die zeggen, wij moeten natuurlijk allemaal die zondag houden. Ze zien niet meer in wie ze zijn gevolgd. Ze zijn geen volgelingen meer van Christus, maar van het beest. En dat mag duidelijk zijn, dat is Satan. Ja, gaat u zelf nog eens weer naar Ezekiel 28. Dat hebben we allemaal besproken. En dit is het enorme positieve. Houd dat vast. Het geweldige positieve. En dan gaan we naar het negatieve. Dus we gaan telkens switchen. Houd dat in de gaten. Belijdende christen, dat zijn belijdende christen, dat zijn dus naamchristenen, blijven over het geheel genomen te veel in de valleien der aarde. Die hangen Satan aan. Die zitten in dat wanhoopsverbond. Moet u wel meenemen. Hun ogen zijn erop gericht alleen maar de alledaagse dingen te zien.
En hun denken bepaalt zich bij wat hun ogen zien. Dat zien we heel veelvuldig in de charismatische kerken natuurlijk. Daar vallen ze allemaal in de geest. En dat zijn allemaal opwekkingen en mensen genezen. Wat hun ogen zien. Ja, dat is natuurlijk goed. Nou, dat kan helemaal mis zijn. Dat mag ook duidelijk zijn. Nou, dat is ook mis. Want Satan kan mensen ook genezen. En ook in een verkeerde geest laten vallen. Met brabbeltalen enzovoort. En dan gaan we verder. Hoe is hun leven dan? Hun godsdienstig leven is vaak oppervlakkig en onbevredigend. En hun woorden zijn weinigzeggend. En nog sterker, waardeloos. Hoe kan zo iemand het beeld met hoofdletters van Christus weerkaatsen? Ja, dan vertegenwoordigt u het beeld van het beest, Satan. Houdt u natuurlijk ook zondag, dat hoort allemaal bij elkaar, de eerste werkdag van de week. Hoe kunnen zij de heldere stralen van de zon der gerechtigheid zenden naar alle duistere plaatsen op aarde? Dat gaat hun niet lukken. Lieve broeders en zusters, word wakker. U bent een dienstknecht, dienstmaagd van Jezus Christus. En u moet dat beeld van Christus weerkaatsen. En dat doet u doordat u de spiegel bent van de wet. Zo ligt dat. Christen zijn betekent op Christus lijken. Daar zijn we. Dan gaan we weer even terug. Want ik wil natuurlijk wel een beetje opstap maken in de Romeinenbrief. Dan gaan we naar bladzijde 459. 459 in de Romeinenbrief. Dan merkt u, want we kunnen lang niet alles behandelen, maar straks ook niet. Maar dan merkt u alvast dat, hé, daar liggen die verbanden allemaal al. Bladzijde 459, bovenin. Dus telkens het positieve en negatieve. En ik heb natuurlijk al een hele hoop behandeld in B8. Maar bepaalde gedeelten ook niet, dus dat pak ik er allemaal heel voorzichtig weer tussenuit. Want dat is hoofdstuk 3, bladzijde 459 van de Romeinenbrief, Bijbelcommentaar. Flarden van het menselijke redeneren. Flarden. Dat is niet geredeneerd vanuit Gods onfeilbaar woord vandaan. Nee, wij weten het wel. En dat zien we straks ook in de Korinthebrief dat allemaal weer terugkomen. Zij meten zichzelf met zichzelf. Dat komen we straks nog achter. Nogmaals weer, de flarden van het menselijke redeneren. De hele wereld staat veroordeeld, let op, voor de grote morele maatstaf der gerechtigheid. Morele wet. Morele maatstaf, daar komt dat woord ook morele wet vandaan. Morele maatstaf der gerechtigheid. Gerechtigheid is wetsbetrachting. Op de grote oordeelsdag zal iedereen die op aarde heeft geleefd, wordt gevonden naarmate zijn daden goed of kwaad zijn geweest. In het licht van Gods wet. De spiegel moet u vertegenwoordigen. Vertegenwoordigt u niet de spiegel van God, de wet van God, het karakter en het beeld van Jezus Christus, dan wordt u gevonnist in het eind van deze wereldgeschiedenis. Iedere mond, let op, iedere mond zal gestopt worden als het kruis met zijn stervend offer, moet u zich eens voorstellen, met zijn stervend offer, wat staat erachter? Getoond en de ware betekenis ervan gezien zal worden door elke geest die door de zonde verblind en verdorven is. Iedereen zal dat gaan zien. Iedereen gaat zien hoe fout ze bezig geweest zijn in deze wereldgeschiedenis. Dat is het oordeel en dan komt hun oordeel nog, maar zo worden ze als eerste berecht, laat ik het maar zo uitdrukken. Zondaars zullen veroordeeld staan voor het kruis met het mysterieuze, ik vind het altijd een beetje verkeerd woord, het bijna onbegrijpelijke offer. De onbegrijpelijke liefde van Christus. Dat is beter uitgedrukt. Gebogen onder de oneindige last van menselijke overtredingen. Hoe snel zal elke uitvlucht, moet je eens horen, elk leugenachtig excuus verdwijnen. De menselijke afval zal zich openbaren in zijn afgrijzelijk karakter. Dus aan de ene kant een liefelijk karakter van Jezus Christus en aan de andere kant
een afgrijselijk karakter. Dus ze zitten allemaal in het wanhoopsverbod. Ja, daar worden we niet blij van. Nee, maar we hebben het toch gezegd. Het is een grote strijd tussen Christus en Satan. Zo heet dat boek ook. Door de profetes geschreven en door Jezus Christus aangegeven. Dat moet u wel elke keer even meenemen. En dan weer even naar bladzijde 464. Dan wil ik dat positieve weer ophalen natuurlijk. En dan gaan we dan weer even dieper in die wet. In de midden. Als ons karakter. 464 Bijbelcommentaar. Als ons karakter in de midden gebreken zou vertonen, zouden wij niet door de poorten kunnen ingaan. Die de genade voor de gehoorzamen heeft geopend. Dus genade wordt gegeven aan diegenen die gehoorzaam zijn aan God. En dus ook aan zijn wet. En het beeld van Christus in de wet in hun karakter willen weerspiegelen. Want het recht staat bij de ingang en eist heiligheid en reinheid. Op alle vlakken. Lichamelijk rein zijn en ook heilig zijn. In uw spreken, in uw doen en laten enzovoort. Van allen die God willen zien. Dus wilt u God zien, dan moet u rein en heilig zijn bevonden. Want die gebreken die komen eruit, dat hebben we gezien. Dat hebben we zo pas gelezen. Als het recht niet zou bestaan, dus de wet ook niet, het bestuur van God is ook niet, wat ze allemaal u willen laten geloven, en het mogelijk zou zijn dat goddelijke genade de poorten kon openen voor het hele mensdom, iedereen is toch gered, hoort u het zo allemaal zeggen, zonder met het karakter van ons mensen rekening te houden, zou er een ergere situatie van ontrouw en rebellie in de hemel bestaan dan voor het verdrijven van Satan. Dat is heel heftig. Dus dat laat God nooit en nooit te nemen toe. De vrede, harmonie en het geluk van de hemel zouden verbroken worden. Dus dan zijn we in dezelfde situatie beland. Sterker nog, nog erger dan in de periode van Lucifer met alle engelen in de hemel. De verandering van de aarde naar de hemel zal de karakters van de mensen niet veranderen. Kan het niet. Het geluk van de verlosten in de hemel zal de karakters van de mensen niet veranderen. Het geluk van de verlosten in de hemel is het gevolg van de vorming van het karakter in dit leven naar de gelijkenis van Christus, het beeld. Jezus Christus. De verlosten in de hemel zijn eerst verlosten op aarde geweest. Dus u moet zitten in het nieuwe verbond. Dan zit u in de derde definitie van karakterperfectie. Of u zit in de vierde definitie. In het eeuwverbond. En dan zit u dus in de vierde definitie. Is karakter volwassenheid. Mooi. Dat hebben we nu eerst neergezet. We gaan verder hier later nog op in de Romeinenbrief. Maar dit is een opstap dat u al gaat beseffen. Wacht eens even. Ik moet toch goed op hoogte zijn met de basisbegrippen van de Romeinenbrief. En dat vinden we natuurlijk ook in Korinthebrief terug. En dan gaan we even naar bladzijde 465 daarnaast. Ook heel belangrijk. Dat gaat dan allemaal over die gehoorzaamheid, die volkomen gehoorzaamheid over de wet van God. Die spiegel van God. Een derde van boven. Gods maatstaf is niet veranderd. Daar staat het. Gods maatstaf is niet veranderd. Het evangelie van het goede nieuws zou niet zo vertaald moeten worden alsof het de mensen toestaat om in gedurige opstand tegen God te leven door het overtreden van zijn rechtvaardige en heilige wet. U beseft, het Nieuwe Testament hoort bij het Oude Testament en het Oude Testament hoort bij het Nieuwe Testament. Het is bijna door God geschreven, laat ik het zo even uitdrukken. Dan komen we nog achter. Dus houd dit goed vast. Want die wet van God is een heilige wet en rechtvaardig. Waarom kunnen zij die voorgeven de schriften te verstaan, voorgeven, niet inzien dat Gods eisen onder de genade, van het kruis van Christus natuurlijk,
dezelfde zijn als die hij in het paradijs stelde. En wat is dat? Volmaakte gehoorzaamheid aan zijn wet. Wat deed Eva? Die plukte van die boom. Ze mocht die boom niet eens aanraken. En dat deed ze wel. Natuurlijk, Satan hielp haar een handje. Dat mag ook duidelijk zijn. Die wilde dat maar al te graag. En die wil ook maar al te graag dat wij één van Gods geboden overtreden. Hoeft maar één te zijn hoor. Eentje is genoeg. Eer uw vader en uw moeder. Als u dat niet doet en u steekt een beetje de draak of de spot met uw vader of moeder, op wat voor manier ook maar. Omdat ze tegen u zeggen bijvoorbeeld, ja let nu op, houd wel Gods geboden. En u gaat er gekscherend mee om. Of ze wijzen u op andere dingen. Dan hebt u een enorm groot probleem. Beseft u dat? Ik noem maar eentje. Dus, nou, daar kunnen we alles op in gaan vullen natuurlijk. Ook de begeerte enzovoort. Maar dat is duidelijk. En dan, het gaat om die volmaakte gehoorzaamheid van zijn wet. Dan draait het om. En Satan wil dat u dat overtreedt. Waarom? Omdat hij zelf ook een gebodsovertreder is. En helemaal waas natuurlijk. In de hemel. Lucifer met al zijn handlangers zijn uit de hemel gezet. Dat weten wij. Maar laten we dan eens verder lezen. Over die wet. Wat houdt het in? In het oordeel en over het Nieuw Testament, Oude Testament. In het oordeel zal God hen vragen, die blijden christenen te zijn. En blijden we natuurlijk allemaal. Want we geloven allemaal in God. Ja, maar hoe gelooft u in God? U gelooft misschien wel dat God bestaat. Ja? U hebt een goed gevoel als u in de kerk zit. Nou, dat kon ons heel misleidend worden. Let maar eens op. In het oordeel zal God hen vragen, waar we over hebben gesproken, hier direct in het begin natuurlijk, hè, dat beseft u, hè, die oordeelsdag komt, bladzijde 459. In het oordeel zal God hen vragen, die beleiden christenen zijn, waarom hebt u beweerd te geloven in mijn zoon? En bent toch blijven doorgaan met het overtreden van mijn wet, de morele wet? Wie heeft dit van u gevraagd? Hoort natuurlijk ook een stukje ceremoniële wet bij me eten en drinken. En maar afgezien van dat even, spreek hier in het bijzonder even over de morele wet. Ja, wie heeft dat van u gevraagd? Er is maar één die dat vraagt van u, dat is Satan. Want als u die wet niet houdt, dat vindt Satan prachtig. Dan mag u uw eigen zonden dragen. Wie heeft dit van u gevraagd? Mijn geboden van rechtvaardigheid te vertreden, te vertrappen. Zie, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Luisteren staat daar. Nee, gehoorzaamheid beter dan het vetten der rammen. Er staat luisteren. Let op, pak de Statenvertaling daar weer bij. 1 Samuel 15 vers 22. Het evangelie van het Nieuwe Testament, daar komt hij, betekent niet het verlagen van de maatstaf van het Oude Testament. Dus het Nieuwe Testament betekent niet dat we het Oude Testament gaan verlagen. Om tegemoet te komen aan de zondaar en hem in zijn zonden te redden. Dat gaat dus niet lukken, dat begrijpt u wel. Dat is niet de bedoeling van het Nieuwe Testament. God eist van al zijn onderdanen gehoorzaamheid. Volkomen gehoorzaamheid aan al zijn geboden. Rechten, inzettingen en geboden. Die drie punten. Ben ik heel in de eerste eredienst al mee begonnen, zoals je weet. Hij vraagt nu, net zoals altijd, volmaakte gerechtigheid. Gerechtigheid door geloof, volmaakt gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Als de enige aanspraak van de hemel. Christus is onze hoop en onze toevlucht. Zijn gerechtigheid wordt alleen hen, dus alleen hen moet je opletten, die ze oprecht naar God zijn, die zijn beeld weerkaatsen, dat hebben we toch net gelezen, alleen hen die gehoorzaam zijn, toegerekend. Want zij hebben het beeld van Christus in hun hart en dat weerkaatsen ze ook in deze wereldgeschiedenis. Laten wij dit door geloof aanvaarden. Dat is gerechtigheid door geloof natuurlijk. Opdat de Vader in ons geen zonde zal vinden. Maar zij die de heilige wet hebben vertreden, of een ander zelfs leren, pas dus op, zullen geen recht hebben op die aanspraak op gerechtigheid. 0,0.
konden wij slechts de ontzaglijke omvang van het verlossingsplan zien. Als gehoorzame kinderen aan al Gods eisen in het geloof dat wij vrede met God hebben door Jezus Christus, onze geliefde heiland, ons verzoenend offer. Dat is die toegerekende gerechtigheid. Wij kunnen vrede met Christus hebben door dat verzoenende offer, waar we al veelvuldig over hebben gesproken. Nu komt natuurlijk heel veel bij elkaar, maar u beseft nu, Christus is voor ons gestorven. Dat is de eerste genadegave, dat is de toegerekende gerechtigheid. Daar kunnen wij allemaal een beroep op doen. Maar, zegt de Heer Jezus dan, dan moeten jullie ook die meegedeelde gerechtigheid aannemen van mij. Ik ben jullie zaligmaker. Als jullie dat erkennen en herkennen, dan moeten jullie ook die vervolgstappen doen. En ik help je daarbij. Wilt u dat niet? En zeg, ja, die wet is aan het kruiskanaal. Dat doen we niet. Of, wij hoeven geen geheiligd leven te leiden. Of, die Sabbat maakt ook niet uit. We kunnen ook een woensdag Sabbat houden. Die is helemaal niet zo belangrijk. Want die staat wel degelijk in Gods woord. En daar kunt u niet omheen. Dan bent u wetsovertreder. Dus dat verzonnen offer, dat draait dat volledig om. En dan een klein stukje verder. Geloof geopenbaard door de werken van gehoorzaamheid. God eist in deze tijd, net zoals in het Oude Testament, hetzelfde als hij van het eerste menspaar in het paradijs eiste, van Adam en Eva dus. Volmaakte gehoorzaamheid aan zijn gebod. Zijn wet blijft altijd dezelfde. De grote maatstaf van gerechtigheid in het Oude Testament belicht, is in het Nieuwe Testament niet verlaagd. Het is niet het werk van het evangelie om de aanspraak van Gods heilige wet te verzwakken. Nooit en te nimmer. Maar om mensen daar te brengen waar zij aan de geboden kunnen gehoorzamen. Dan komen we dichterbij. En dan komt er iets heel belangrijks, let op. Het geloof in Christus dat de mens redt is niet hetzelfde als het door velen wordt voorgesteld. Geloof, geloof, roepen zij. Geloof alleen in Christus. Ook in Adventkerk hoor. Onvoorstelbaar wat er gebeurt. En u zult zalig worden. Nou, ze gaan dus hopeloos verloren. Dat is klippenklaar. Dat doen de leiders dus in de kerk. Dat is ook. Dat is alles wat u moet doen. Hoewel echt geloof volkomen op Christus vertrouwt voor zaligheid. Zal het leiden tot volmaakte overeenstemming met Gods wet. Dat kan niet anders. Want als u vertrouwt op Christus en op die zaligheid, dan moet u overeenstemmen met Gods wet. Geloof wordt openbaard door de werken, zijn dus vruchten. En de apostel Johannes zegt, wie zegt ik ken hem, u denkt God te kennen, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. Heb je helemaal niets aan. Wet en evangelie van elkaar gescheiden. De vijand heeft altijd zijn best gedaan, dan komt weer het negatieve. Om de wet en het evangelie van elkaar te scheiden. Daarom heb je ook evangelische kerken. Die zeggen, die wet, die wil allemaal, stop maar met die wet, stop maar. En dan heb je ook heel orthodoxe kerken. Die wet is belangrijk. En dan komt de wetticisme, fanatisme uit naar voren. Dus hij heeft ze allemaal bijna te pakken. Dus de vijand heeft altijd zijn best gedaan om wet en evangelie van elkaar te scheiden. Deze twee gaan hand in hand. Kunt u dus niet, of het een of het ander. Wij eren de Vader en de Zoon als wij over de wet spreken. De Vader heeft ons de wet gegeven en de Zoon is gestorven om haar groot en heerlijk te maken. U hoort mij spreken elke keer over Gods wet met de invullingen erbij. Wij kunnen onmogelijk de wet van Jehovah hoog houden, tenzij wij beslag leggen op de gerechtigheid van Jezus Christus onze heiland. Dus gerechtigheid door geloof. Dus geen gerechtigheid door geloof, onmogelijk de gerechtigheid van Jezus Christus en de wet hoog houden. De wet van Jehovah is de boom, het evangelie de welriekende bloesem en vrucht die ze draagt. Volgens mij overduidelijk. Hoe wilt u het woord van God verdraaien? En daar gaan we dus nu ook over zingen.
Ga met z'n allen zingen Psalm 119 en daarvan vers 71. Hoeveel mensen verdraaien Gods wet? Want daar zingen we, ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid. U ook. We zijn maar een heel klein overblijfseltje, hoor, een heel klein volkje. En we zijn veracht, maar we zijn met z'n allen niet verleid. Daar draait het om. Vergeet in smaad nog armoe uw bevelen. We houden die wet. Die bevelen blijven we houden, ongeacht wat ze u en mij aan. Laten we samen zingen Psalm 119 en dan we dan straks verder gaan met die geweldige mooie wet van God en ook in het evangelie van Korinthe, Paulus, brieven. Laten we samen zingen Psalm 119. Zo leeft mijn ziel gewis. Als wij dit leren verstaan, dan kunnen wij in het eeuwige verbond komen. Dat moet u goed beseffen. Wij gaan straks met 2 Korintiërs 10 bezig. En ik heb al gezegd, we hebben 2 Korintiërs 8 en 9 gehad. Dat is allemaal geldzaken, laat ik het zo maar noemen. Hoe verkeerd wij met geld omgaan, met de mammon omgaan. En nu wil ik graag met deze 4, ik heb het al een beetje gezegd natuurlijk, eredienst, dat is 10, 11, 12 en 13, vooral telkens Satan, Christus, Christus, Satan, Satan, Christus. Telkens die twee sporen laten zien hoe Satan werkt en hoe Christus werkt. Hoe Satan dwingt. Hoe Christus liefdevol werkt. Er zijn zulke grote verschillen. Dat moet u kunnen zien. Dat kunt u als christen, ook zelfs als naamchristen, heel goed zien. Want het is nu de zaak voor ons om een echte bijbelchristen te worden. Een echt oprecht kind van God. Dus ik pak nu ook even een paar puntjes eruit. En een paar versen er even uit dat u dat ook gaat zien. Probeer ik u even iets in mee te nemen. We gaan naar 2 Korintiërs 10. Vers 1. 2 Korintiërs 10 vers 1. Voorts, ik Paulus zelf bid u door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Heeft u dus allemaal van de Heer. Die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Dat is positief allemaal. En dan het negatieve. Vers 12 bijvoorbeeld. Van 2 Korintiërs 10. Want wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Dan komt weer die hoogmoed in die trotse mensen aan. Maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten.
En zichzelf met zichzelf vergelijken. Ja, dat is die Satanscultuur natuurlijk. Want wij wisten het allemaal wel. En dan ga ik even naar 11. Hoofdstuk 11, 2 Korinther 11. En er staat in. Vers 2. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen. Namelijk aan Christus. Daar hebben we Openbaring 14 vers 4. Die reine maagd moet komen te staan. En vers 13 dan weer in 2 Korinther 11. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders. Zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder in vers 14. Want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Oei. Weer het negatieve. En dan gaan we naar 12. Vers 7 even, pak ik even een bijzonder vers erbij. En omdat ik mij door de innemenheid der openbaringen niet zou verheffen, hè? Hoofdstuk 12 hè, in dit geval. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Dus die nederigheid die moest ook onherroepelijk bij Paulus blijven. En dat zien we ook, heeft hij daarvoor ook allemaal gekregen. En dan gaan we even naar vers 20 van 12, hoofdstuk 12 van 2 Korinther 12. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanig als ik wil. En dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn twist, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, opblazingen, opgeblazenheid, opgeblazenheden, beroerten. U ziet hoe heftig de situatie is. En dan vers 8 van hoofdstuk 13, 2 Korinther 13. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. En dan vers 11 van hoofdstuk 13. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vrees zal met u zijn. Een aantal versen wat u ziet, telkens het negatieve, het positieve. Hetgeen van wat Christus vertelt en hetgeen wat Satan van u wil. U tot, dwangmatig tot wil leiden, waar ik het dan zo probeer. Dus, zo wat ook de erediensten aankomt, de erediensten, de vier stuks ingeleid. Wij willen weer naar die mooie psalm toe, dus psalm 30 natuurlijk. En daarvan het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Inderdaad, we hadden smart, we hebben pijn en verdriet. En we hebben geklaagd bij God en God geneest ons. Ja, maar wel innerlijk, in ons hart natuurlijk. En want dan zien we ook onderin, de laatste regel, ik ben niet in de kuil gezonken. Kuil is ook die duizendjarig die eraan komt. En niet het vervalste rijk, maar die duizend jaar die eraan komt, waar Satan in verzonken is. En Gog Magog komt er straks ook aan, zoals je weet. Laten we samen, voordat we met de Heer in gebed gaan, Psalm 30 vers 2 zingen. Thank you.
Ja, de Heere die kent ons, die heeft ons het leven geschonken en die wil ons ook in die hemel hebben. Maar willen wij dat wel? Willen wij wel in dat bestuur van God? Of hebben wij onze eigen regeltjes wel gevolgd? Van, wij kunnen de wet zelf wel houden, wij verdienen de hemel zo wel door werken bijvoorbeeld. Of de wet is niet nodig, het omgekeerde weer, het is fanatisme en het is liberalisme, we hebben alles bedacht. Of wij gaan wel weg, wij weten het allemaal veel beter dan die anderen en wij gaan ons eigen gaan, de 70, de splinterbewegingen. Ja. We vinden ons allemaal op een heel gevaarlijk terrein als we dat soort dingen zeggen en doen. Wij moeten het beeld van Christus vertegenwoordigen. Laten we samen de Heer zoeken in gebed om nogmaals te smeken om de Heilige Geest om heel goed te mogen verstaan wat God met u en mij voor heeft. Als de Heer zoeken. Lieve goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, u bent het die het wil en werken in ons moet verrichten. U bent het die ons die kracht kan en wil geven. Open ons verstand. Wees bij ons, met uw Heilige Geest, bij mij, bij de mensen thuis. Bij uw geliefde kinderen die toch eindelijk die waarheid eens willen horen. Hoe zit het nu echt in elkaar? Wat hebt u nu echt bedoeld? Hoe moet ik me nu echt veranderen? Wat wilt u van ons? Niet wat mensen zeggen, wat de kerkmuren zeggen, wat dominees, priesters, wie dan ook mag zeggen. Nee, wat zegt u, lieve Heer Jezus? Er zijn zoveel valse profeten en valse leraars, daar worden we bang van. En zo zitten we ook bij elkaar, dat we echt willen weten hoe wij het eeuwig koninkrijk in kunnen en mogen gaan en wie we moeten zijn. Wilt u daarom nogmaals weer, smeken we dat van u, met uw Heilige Geest over ons komen. Dat we het goed mogen verstaan en ook goed kunnen en mogen uitleggen door uw kracht. Dat bidden we van u, lieve Heer Jezus en lieve Vader in de hemel. Om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. Wij willen met z'n allen weer hoofdstuk 10 eerst lezen, onderzoekend lezen, om dat te verstaan. Dat we toch eens een beetje mogen doordringen van wat is hier aan de hand. Ik kan u al vertellen, even als voorhand, het woordje roemen. Roemen is een beetje een woord dat zegt, ja, wat is dat? Dat komt telkens voor, hoor. In de hele Korinthebrief vindt u dat heel veel. Toetst u maar in concordantie roemen in, dan denk je, ja, wat is het nu nou eigenlijk? Dat is in de hoogste steken. In de hoogste steken is iemand verhogen, iemand of uzelf verhogen, roemen in uzelf. Dat is natuurlijk allemaal eigen ik, dat is hetzelfde als roemen. Dus je kunt ook iemand roemen van, heb je goed gedaan? Ja, dat is ook gevaarlijk, want iemand die kan daar zichzelf natuurlijk heel erg gevleid door voelen. Dus let goed op wat er altijd met roemen wordt bedoeld. En daar gaan we straks ook even op in. Maar we willen eerst met z'n allen starten. Zoals gezegd, het deel van Christus en het verschrikkelijke deel van Satan. Laat ik het zomaar uitdrukken. Het verachtelijke van Satan. 2 Korinthe 10 vers 1. Voorts, ik Paulus, zelf bid u. Hij moet ook bidden voor elkaar. Dat doet Paulus ook. Door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Had hij niet van zichzelf. Wij weten toch nog wel wat Paulus heeft gedaan. Nee, hij had die zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus. Hij komt heel juist aan met de juiste woorden. Die tegenwoordig zijnde wel gering ben. Hij was dus gering als hij tegenwoordig was. Onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Natuurlijk. Hij moest opschrijven wat God hem bevolen had. De Heilige Geest gaf hem dat in. Hij kon ook heel veel dingen weten wat er allemaal gebeurde. Ook door de Heilige Geest. Hetzelfde wat de profetes ook had, had Paulus ook. Dat is duidelijk. Dat zijn de profeten van God. Die mogen dat allemaal zien en mogen dat allemaal begrijpen. En dan, ik bid dan nogmaals weer. Zelf bid ik u door de zachtmoedigheid en dan, ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met de vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben
Tegen sommigen, dan komt hij weer, die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Hoort u het? Dus hij zou nog in de gevallen natuur zitten, Paulus. Een gigantische valse beschuldiging. Het verschrikkelijk hoeveel valse beschuldigingen hier worden geuit naar Paulus. Door de hele Korinthebrief heen. En die haalt hij allemaal op. Ter lering voor ons. Want wandelende in het vlees, let op, zou dat zo zijn, voeren wij den krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk. Vleeselijk wapenen met wapentuigen, letterlijk wapentuigen. Dus dat klopt dan niet. Maar krachtig door God. Krachten komen straks ook los. In het 3+1 volk. Je weet het. Eerste hoorn, tweede hoorn, derde hoorn. Christus geeft ons die kracht. Door de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus. Dus exact gaan wij hetzelfde mee maken. Maar krachten door God. Tot nederwerping der sterken. En sterkten staat hier. Dus de sterken van Satan moeten we overwinnen. En de sterken van Satan moeten we ook overwinnen. Valse broeders en zusters. Naam christenen, naam zevende-dags adventisten. En naam joden. En niet heidenen meer. Want die heidenen, die krijgen die spaarregen niet. Want heidenen willen niets met God te maken hebben. Verafschuwen God. En die zullen de spaarregen nooit krijgen. Sterker nog, ook nooit begrijpen. Want ze hebben de vroege regen afgewezen en dan is het over voor hen. Dus overduidelijk. En dan vers 5. Terwijl wij de overleggingen ten nederwerpen in alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Dus Paulus brengt kennis naar voren en dat verwerpen ze. Dat gebeurt hier ook. Ik merk dat heel goed, dat mensen kennis volledig willen verwerpen. Wat willen ze wel? Praten erover en dat klopt niet en dat klopt niet. Maar ze gaan niet studeren. Ze gaan de kennis niet proberen te ondermijnen in die zin van door het woord. Nee, ondermijnen waardoor? Googlen. Mijn soortgenoten vinden. Nou, die vind je overal wel, dus dat is geen probleem. Nou, die mensen zijn zo ver bij het ware woord van God vandaan, die willen ook niet studeren en die willen die kennis ook niet aannemen. Er is geen land mee te bezeilen, zeggen wij wel eens als schippers. Die zich verheft tegen de kennis van God. En alle gedachten, let op, gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Dus die willen niet juiste gedachten over Christus hebben en gehoorzaam aan Christus zijn voor verkondiging. En gereed hebben hetgeen dient om te wreken. Ze hebben alles gereed om te wreken. Het zijn wraakzuchtige mensen. Alle ongehoorzaamheid wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Dus als wij gehoorzaam zijn, dan beginnen zij wel in ongehoorzaamheid te wreken. Laat ik het zo dan even anders omdraaien, dat u dat goed beseft. Ziet gij aan wat voor ogen is? Heb ik zo pas al gezegd. Mensen zien alleen maar, geloven alleen maar naar wat ze zien. En anders geloven ze niet meer. Ze hebben geen geloof in hun hart. Weten ze niet wat het is. Ze hebben niet gevoelens, gedachten en gemotiveerdheid in hun hart van Christus. Pijnlijk, maar waar. Indien iemand bij zichzelf betrouwt, bij zichzelf dus, ik, dat hij van Christus is, die denken dit wederom uit zichzelf. Let op, dat gelijkerwijs hij van Christus is, als ook wij van Christus zijn. Dus zoals hij denkt, ik geloof dat God bestaat, dat denkt iemand, dan denk je ook, nou, zo denken zij ook, die denken ook dat God bestaat. Ja, maar er zit wel een groot verschil tussen. Of je een wedergeboren mens bent, en alsof je de spiegel van Christus, van de wet van God vertegenwoordigt, dan ben je een totaal ander mens, let op. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen, mij in hoogte steken wat hier continu voortkomt in heel Korinthebrief, roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft, tot stichting en niet tot nederwerking, zo zal ik niet beschaamd worden. Het komt allemaal van God dus. Opdat ik niet zou schijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken.
verschrikken. Houdt in dat zij, wat gebeurt hier nu? Dit snappen we allemaal niet. Nee, ze konden heel goed begrijpen wat Paulus hier allemaal heeft bedoeld. Maar sommigen die hebben die ogen zelf niet. Die lezen dat niet. Die hebben niet een onderworpen hart aan Christus. Nee, begin op te blazen. Dat zijn de opspelers. Dat zijn Satans handlaars. En wij zijn Christus volgelingen. Dat is totaal wat anders. Heeft een hele andere dimensie. Volgelingen is vrijwillig. En handlangers word je als het ware ingedwongen door Satan. Ziet u het verschil? En dan, want de brieven, zeggen zij, die opgeblazen, hè, Satans handlangers, zijn wel gewichtig en krachtig. Ja, het is toch wel geweldig hoe die preekt en zo, dat geloof ik wel, maar moet je zijn daden misschien. Nee, zo'n mannetje, dan beginnen ze te spottelijk te maken, dan moet je hem nu eens zien. Dat maak ik dagelijks mee hoor. Ik kan alleen maar medelijden met dit soort mensen hebben. Ze zien niet wie ze zijn. Ze geloven alleen maar dat God bestaat. Ze zien het verschil niet tussen een dienstknecht van God of tussen hunzelf. Dat is, dat was hier ook het geval. Ook bij Paulus. Nogmaals weer, want de brieven zeggen, zij zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Hoef je niet naar te luisteren. Jongen. Dus zulken bedenken dit, dat hoedanigen wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanig zijn in de daad. Het staat der daad, maar de daad. Dus doen als wij tegenwoordig zijn. Het komt hierop neer, we moeten allemaal, net zoals die dominees, met grote hoeden oplopen en in een strak pak. En als we dat dan maar doen, dan wordt het dominee gezegd, dominee. Dat zult u mij nooit zien doen. In een grote hoed en een zwart pak. Ja, en op een kansel sta ik onderroepelijk in een netjes zwart kostuum. Dat vind ik niet meer als billig, dat wil ik ook. Maar ik loop ook in een lichte kostuums, in blauwe, lichtblauwe kostuums of beige kostuums. We zijn blije mensen in Christus Jezus, mag duidelijk zijn. Dus let nu op, de daad, als wij tegenwoordig zijn, dan zegt dat klopt niet met elkaar. Maar het klopt wel degelijk, want wij moeten wel in Christus zijn. Dat kunnen wij niet in vormendiensten aan de buitenkant zien. Want wij durven onszelf niet rekenen of gelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Kijk, daar komt hij aan, die zelfzucht. Maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten. Dus hij een zwart kostuum, dan ik ook een zwart kostuum. Ja, en wij hebben allemaal zwart kostuums aan, en waarom heb jij dan een lichtblauw kostuum aan? Overdag wel te verstaan. Snapt u wat ik zeggen wil? Mensen, jullie kijken alleen maar naar de buitenkant. Dat zegt Paulus hier. Dus, dat zij zichzelf met zichzelf meten. Moet ook met een aardappel in de keel, moeten we bijna spreken. Zo noemen ze dat ook. Nee, ja, maar wel. Dus u voor en knikken. Nee, nee. We zijn gewone mensen. De Heer Jezus heeft gezegd, wij zijn allen broeders. Als iemand tegen mij zegt, meester, of die zegt dominee tegen mij, dan zeg ik, hou er alsjeblieft mee op, want ik ben een broeder van jullie. Niet meer, niet minder. Punt uit. En dan zegt Paulus er nog achteraan, in zichzelf met zichzelf vergelijken. Ja, die geloven. Zo geloven wij met z'n allen. En zo moet je geloven. En maandag doen we waar we zin in hebben. En dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ook. En zaterdag ook. En is het voor ons een vrije dag. Is helemaal geen rustdag. En zondag lopen we weer in het gereel. Lieve broeders en zusters, daar klopt helemaal niets van. Helemaal niets. Dus vandaar dat ik dat er heel zwart-wit uit probeer te halen. Doch wij zullen niet roemen buiten de maat. Let eens op, want we hebben alles van Christus gekregen. We kunnen niet uit onszelf roemen. Dus ons niet roemen buiten de maat staat hier ook in hoogte steken. Let op. Maar dat wij naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft, dat is een mooie uitdrukking, ook tot u toe zijn gekomen. Dus dat is, let op, die anderen zitten in eigen gerechtigheid en Paulus zit in
meegedeelde gerechtigheid. Ze zeggen ook wel eens toegedeelde gerechtigheid. Maar wij zeggen liever meegedeelde gerechtigheid, omdat toegerekende gerechtigheid is het kruis, eerste genadegave. En meegedeelde gerechtigheid, toegedeeld dus, met dat woordje gedeelte erbij, is meegedeelde gerechtigheid. Ook tot u toe zijn gekomen. Want wij strekken onszelf niet te wijd uit. Wat zegt u dan? Meer willen doen dan dat God ons opgedragen heeft. Mag ik het zo uitdrukken? Meer willen zijn dan Christus. Zal ik het nog anders uitdrukken? Belangrijk willen doen. Roemen ons uitsteken boven Christus. Nee dus. Dus die maat, lees vruchten, ligt ook wat sterkte weer in. Wij blijven in alle nederigheid, en zoals je begonnen, zachtmoedigheid en nederigheid en goede tierenheid. Nederigheid zit daar natuurlijk in, want het zijn wel gering ben. Dat is nederigheid. Wijd uit, als die tot u niet zouden komen, want wij zijn ook gekomen tot u toe in het evangelie van Christus. Niet roemende, niet in de hoogte steken, van ik ben belangrijk. Nee, pas niet op. Buiten de maat, buiten hetgeen wat Christus aan ons uitgemeten heeft, in andere lieden arbeid, maar hebben hoop. Als uw geloof zal gewassen zijn. Dus we hebben hoop dat het geloof van die ander ook door de ervaring groeit, gewassen, opgewassen, is opgroeien, opgegroeid zijn. Dat wij onder uw lieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar onze regel. Naar onze regel. De regel is Gods opdracht. Let dus op, God geeft de opdracht. Dus die meegedeelde gerechtigheid, die toegedeeld staat hier, maar dat is meegedeelde gerechtigheid. Dat is die tweede genadegave. Om het evangelie te verkondigen in de plaatsen die op geen zijde van u gelegen zijn. Niet, daar komt hij nogmaals weer, niet om te roemen in eens anders regel, of dat nu van hemzelf is of van een ander, over hetgeen al reden bereid is. Dus dat is ook niet, kijk eens wat wij hebben gedaan, terwijl een ander het heeft gedaan. Dat mag ook niet, dat is totaal fout. Dus u beseft wel, u moet heel goed op uw woorden letten, hoe u bent, wat komt eruit. Mensen willen dat, vooral de handlangers van Satan, willen dat bij u uithalen. Dat zijn die mensen die zichzelf prijzen, maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten. Kijk, daar hebt u mee te maken, lieve broeders en zusters. Word wakker en ga er niet vol tegenin. Kijk eens hoe Paulus hierop heeft gereageerd. En vooral met dat roemen. Doch wie roemt, die roemt in de Heer. Ja, we hebben alles van onze geliefde Heer Jezus Christus. Is dat niet geweldig? Dat kan ik elke dag zeggen. Vannacht nog. De Heer heeft me zulke mooie dingen nog verteld. Vlak voor deze eredienst. Hey, maar dat moet je gebruiken. Zo moet je starten. Nou, ik zei tegen mevrouw, kijk wat de Heer mij heeft verteld. Geweldig, nou, dat hoort u straks. Hoe ik moet stappen. Met in het bijzonder dus ook al die verschillen aan te geven. En dan komt straks meer uit de Genesis. Dat hoort u straks wel. Met Gods genade. Als we roemen in de Heer. Let op, dat hoort u me nu ook zeggen. Niet ik, maar Jezus heeft het mij vandaag aangegeven. Matten, zo moet jij de eredienst inzetten. En deze laatste vier hoofdstukken inzetten. Dat is wat. Hoe vindt u dat? Dat is genieten. Dat is van het woord genieten. Dat is van Jezus Christus genieten. Hem alle lof en eer kunnen en willen geven. Beseft u dat? Dat wil de Heer Jezus ook bij u doen. Of begint u dan in uzelf te roemen? Of het eigen ik van uzelf te prijzen? Van kijk eens wat ik heb gedaan. Misschien moet ik het nog één keer zeggen. Ik ben zo dom als olie. Ik kan niets uit mezelf. Dat begrijpt u nu. Dus, dat vind ik ook prima. Daar hou ik van. Des te meer laat ik de Heer in mij werken. Ja, zo zitten die regels, die hemelse regels in elkaar. Want niet die zichzelf prijst,
Daar komt hij. Maar die de Heere prijst, die is beproefd. Nou, ik kan u vertellen dat ik beproefd ben. Dat menig keer. En dan zult u met mij eens kunnen zijn. Als het goed is. Dus, wat is dit allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Wij gaan straks toe, heel in het bijzonder, naar de periode van, let op, van hemel. Maar eerst willen we ergens anders mee staan. En dat is het volgende. Met patriarchen en profeten. Dit moet u eerst weer even weten. We gaan dus starten bij hetgeen waar we gebleven zijn. Patriarchen en profeten, Seth en Henoch. Dat weet u nog. Dus let op, we hebben dit gelezen. Zie die eerdienst anders een paar keer door. Vertel veel, loop er snel doorheen. Lees hem heel goed, bestudeer dat hele hoofdstuk. Want die hoofdstukken, zoals u weet, horen allemaal bij elkaar. Door God ook aangegeven. En dan gaan we naar bladzijde 56, patriarchen en profeten in het midden, waar we ook gebleven zijn. De kans om God te leren kennen. Pak u daar voor de Shell Bijbelcommentaar 508 nog maar eens bij. Maar dat in de zijde. De kans om God te leren kennen door zijn werken zijn sindsdien nooit geëvenaard. Let dus eens op. Toen, in die tijd van Adam, na de zonneval. En in plaats van een tijdperk van duisternis op Gods dienstig gebied, was het een tijdperk van licht. Ah, zoals het begonnen is, beseft u, zoals het begonnen, zo eindigt het ook weer. Neem me mee. Heel de wereld had de gelegenheid onderricht ontvangen van Adam. Dat was maar één persoon, hoort u dat ook goed? Maar één persoon die startte daarmee. Die was ook de gevallen persoon, dat weten wij ook. Had u ook veel verdriet van. En degene die de Heere vreesden, hadden ook Christus en de engelen als leraars. Ik word wel eens bespot door mensen die zeggen, ja, wat meent hij wel niet dat Christus hem leert? Of engelen? Nou, hier staat het dus duidelijk. En degene die de Heere vreesden, eerst de engelboodschap in hun hart hadden, hadden ook Christus en de engelen als leraars. Tevens hadden ze een zwijgend getuige. Stilte is soms wel eens heel gezond, laat ik het dan zo proberen uit te drukken. Van de waarheid door de hof van God. Dat was een stille getuigenis. En soms moet je ook wel eens stil zijn. Laat de mensen maar eens denken waar ze mee bezig zijn. Die zoveel eeuwen op aarde bleef. Die hof was daar telkens. Dat was een stille getuige. Aan de door engelen bewaard ingang van het paradijs werd Gods heerlijkheid geopenbaard. Moet je je eens voorstellen. En hierin kwamen de eerste aanbidders. Hier werden altaren opgericht en offeranden gebracht. Pas op, ons lichaam is nu een tempel van de Heilige Geest. Dus let op wat u met uw tempel, met uw lichaam doet. En niet meer offeranden brengen, want het al grote offer is al geweest. En dat weten we, Jezus Christus. Hier hadden ook Kaïn en Abel hun offers gebracht. En had God zich verwaardigd met hen te spreken. Dus ook met Kaïn en Abel. En dan komt dat negatieve weer. U beseft het al. Dat negatieve, let op. Twijfelaars konden het bestaan van Eden niet logen. Zolang deze hof zichtbaar was en haar ingang bewaakt werd door blinkende engelen. Twijfelaars kunnen het bestaan van u en mij, als wij de wet van God in ons hart hebben, niet logen. Hoort u het voor deze tijd? We hebben de voorverkondiging over gesproken. De volgorde van de schepping, het doel van de hof, de geschiedenis van de beide bomen, zo nauw verbonden met de bestemming van de mens, waren onweerlegbare feiten. En het bestaan en het oppergezag van God, de verplichting van zijn wet, daar komt hij, waren waarheden waaraan men niet kon twijfelen, zolang Adam leefde. En Adam is gestorven vlak voor de vloed. Moet u even meenemen. Zondvloed. Ondanks de steeds grotere wordende ongerechtigheid, dus wetsovertreding, waren er een aantal heilige mannen die verheven en veredeld door hun omgang met God
leefden als in gemeenschap met de hemel. Ik zeg wel eens vaker, we staan met één voet in de hemel, met één voet hier nog op aarde. We kunnen in dat eeuwig verbond komen, samen met God. Dat waren ook die mannen, de mensen daar. Met de hemel. Het waren mensen met een geweldig verstand. Die tot geweldige dingen in staat waren. Ze hadden een grootse, een heilige roeping. Hebben u en ik ook in die eindtijd. 144.000, let op. Een rechtvaardig karakter te ontwikkelen. Gerechtigheid door geloof, door de wet van God te vertegenwoordigen. Als karakter. En wat nog meer? Een les van godzaligheid te leren. Niet alleen aan mensen uit hun dagen, maar ook aan latere geslachten. Slechts enkelen van hen worden in de schrift genoemd. Maar in alle eeuwen, let goed op, in alle eeuwen had God trouwe getuigen, waarachtige aanbidders van onze geliefde God en Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Zet ik erachteraan. En dat moeten de 144.000 ook willen. Laten we nu eens gaan naar Genesis 4 en 5. Want wij gaan, dat kunt u van tevoren al lezen als u wilt, we gaan straks veelvuldig met Henoch bezig. En dan wil ik eerst even opmerkzaam maken hoe de situatie was voor de zondvloed. Henoch is de zevende vanuit Adam vandaan, het zevende geslacht. En dat zoeken we nu eerst even met z'n allen op. Maar daarvoor was Kaïn. En dat is heel interessant. Kaïn, wat was de eerste zoon van Kaïn? Dat gaan we nu onderzoeken. Dan gaan we eerst naar Genesis 4 en daar van vers 17. Daar zien we dat Kaïn, kunt u allemaal nog doorlezen, maar daar zien we dat Kaïn bekende zijn huisvrouw en zij werd bevrucht en baarde Henoch. Hé, welke Henoch is dit? Nou, dit is de eerste Henoch, pas op. Verwar die niet met de tweede Henoch. En hij bouwde een stad, dat is ook interessant. Bouwde een stad, we hebben hier straks ook een stad, Rome toch? En dat was dus ook een stad bouwen. Ja, dat was toch iets anders wat God had bedoeld, maar afgezien van dat. En noemde de naam dier stad naar de naam zijn zoons, Henoch. Dus dat is de eerste Henoch. En dan krijgen we een hele hoop, dan weer verder, de vijfde is Lamech. En wat was Lamech dan? Vers 21. En de naam zijn broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelden. Nou, harpen en orgelen handelen, muziekinstrumenten zijn dat. Kun je ook goed gebruiken, maar kun je ook slecht gebruiken. Want dat zien we ook een hele hoop doen. En wat komt eruit voort? Een Lamech, hebben we gelezen. Ook met Tusael. Niet te verwarren met Methusalem, pas ook op met die naam, maar hier komt ook een Lamech uit voort. Dus we hebben een Henoch en we hebben een Lamech, dus de eerste Lamech. En dan gaan we naar vers 23. En dan maak ik het nu een beetje lastig, want we hadden het zo pas over, ik zal hem er even bij pakken voor u, over het roemen, toch? Of hadden we het niet over roemen? Niet roemen buiten de maat, vers 15 van 2 Korinther 10, in de hoogte steken. Dat moeten we niet doen. Mooi. Dan gaan we kijken wat Lamech deed. Vers 23 van Genesis 4. Lamech zeide tot zijn vrouwen, Ada en Silla, had ook twee vrouwen, mocht ook niet, maar afgezien van dat, hoort mijn stem. Dan begint hij te roemen, in de hoogte te steken. Gij vrouwen van Lamech, neemt ter oren mijn reden. Hij voelt zich natuurlijk ontzettend trots. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood, of was het niets natuurlijk, om een wonder. Had maar wondje, maar hij sloeg dat man om dood. En een jongeling sloeg je ook dood om een buil. Had een buil op zijn hoofd gekregen, van de jongeling misschien, sloeg je ook dood. Want Kaïn zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. 490 keer, om het even goed uit te rekenen. Dat is een bijbels getal. Wat een hoogmoed. En wat een trots. Niet normaal. Dus we hebben hier een Henoch en we hebben hier een Lamech. Hou hem vast.
En dan gaan we zien dat in vers 25, Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon en zij noemde zijn naam Seth. Dat is interessant. Dan komt Seth eruit, dan kunt u dat allemaal doorlezen voor uzelf. En Seth begon de naam des Heeren aan te roepen. En wie komt daaruit op een bepaald moment? In vers 18. En Jared leefde 162 jaar en hij gewoon Henoch. Dat is de tweede Henoch. In vers 18 van Genesis 5. En dat is ook heel interessant. Als je dan doorgaat, dan komt je ook nog bij... En Henoch wandelde met God en enzovoort en Methuselah, 187 jaar werd. En vers 25, en Methuselah leefde 187 jaren en hij gewoon Lamech. Dat is ook interessant, dat is de tweede Lamech. En Lamech leefde in vers 28, leefde 182 jaar en hij gewoon een zoon. En wie was dat? Dat was Noach. Dat is heel interessant allemaal. Als je dit allemaal even gaat samenvatten, dan ziet u 10 geslachten, waarvan de laatste 3 geslachten, dat waren Henoch en Lamech en Methuselah, 3. En dan kwam Noach weer uit voort, dat was de laatste, 3+1. Ja, dan zullen ze zeggen, jongen, dit moet ik maar even onderzoeken. Ja, onderzoekt u het zelf maar eens. Ik wil niet te veel in de profetie gaan, want ik wil heel graag met u naar, wij willen naar Henoch toe. Waarom? Omdat die periode van Henoch enorm belangrijk wordt. Het is een vooropstap vanuit de Bijbel vandaan natuurlijk, dat u dat al ziet. Henoch, Lamech, en wie zijn er uit Kain geboren, ook een Henoch en ook een Lamech. Hoe zit dat allemaal? Het negatieve en het positieve. Maar ik, en u zult ook ongetwijfeld het positieve veel mooier vinden. Maar ja, wij leren ook een hele hoop van het negatieve. Dus daar moeten we meenemen. En dan gaan we nu weer eerst weer even naar het negatieve toe. Dan gaan we naar Bijbelcommentaar aan bladzijde 11. Eerst een stukje negativiteit. Let op hoe belangrijk dit is. Want dit is perfect, pijnlijk genoeg, maar perfecte beschrijving van deze tijd. Protestantse kerken, gereformeerde kerken... U mag ze allemaal opnoemen, zijn hier dorpen in Nederland, meerdere dorpen in Nederland die doen dit soort dingen. Vooral in de kerk. Ik wil niet alles lezen, want in hoofdstuk 4 weer van Genesis komt het weer naar voren toe. En dan punt 8 bovenin, daar staat ik. Er moest wel strijd komen. Let eens op. Onderzoek de Bijbel met geestprofetie, dan leest u en leert u. Bladzijde 11 Bijbelcommentaar. Er moest wel strijd komen. Tussen de beide broers kon geen harmonie bestaan en er moest wel strijd komen. Abel kon niet toegeven aan Kain zonder schuldig te zijn aan ongehoorzaamheid aan Gods duidelijke gebod. Nou, dat is voor mij overduidelijk. We hebben het over de geboden gehad. En vooral ook in de Romeinenbrief zijn we mee aan het opstappen. Dus dit past perfect. Wat er toen gebeurde, gebeurt straks weer. Een Romeinenbrief. Kain vervult met twijfel en woede. Leest u voor uzelf, bladzijde 316, 356, nogmaals door Bijbelcommentaar. Dan bent u een handlanger van Satan. Twijfel en woede had hij in zich, Kain dus. Satan is de bron van ongeloof. Hoor het goed. Murmureren en opstand. 3 dingen dus. Ongeloof, murmureren en opstand. Hij vervulde Kain met twijfel en woede tegen zijn onschuldige broer en tegen God. Dat gaat weer gebeuren, dat beseft u al. Omdat zijn offer werd afgewezen, terwijl dat van Abel werd aanvaard. Abel had de wet van God in zijn hand. Die spiegel had hij in zijn hand. Hij was een spiegel, een afbeelding van Gods karakter. In zijn krankzinnige woede van Kain... doodde hij zijn broer Abel. Geweldig toch? Dat vond Satan toch geweldig? Hoe staan kinderen momenteel op tegen elkaar? Dan gaan we verder. Het merkteken van Kain. Dan moet je eens opletten wat er in de kerken momenteel gebeurt. Schrik daar niet van. Dan hebt u het merkteken van Kain. Dat gebeurt veelvuldig. Dwangmaatregelen.
doen mensen ook onder elkaar, in kerken. Christelijke gereformeerde gemeentes, alle hervormde kerken, adventkerken, idem dito. Niet één kerk uitgesloten. Ook in de katholieke kerken, evangelische beweging. Het merkteken van Kai. God heeft aan iedereen zijn werk gegeven. Allemaal hebben een opdracht van de Heer. En als iemand zich afkeert van het werk dat God hem heeft gegeven om Satans werk te doen, om zijn eigen lichaam te verontreinigen of iemand anders tot zonde te verleiden, let op Romeinen 1 vers 32 waar we op komen, werken we naartoe, wordt het werk van zo iemand vervloekt. Dus als u meegaat in de zonde van een ander, als u iemand anders misleidt of wat ook maar, wordt het werk van zo iemand vervloekt. En wordt het merkteken van Kaïn op hem gedrukt. Hoort u het goed? Dan gaan we hem duidelijker maken. Let op. De ondergang van zijn slachtoffer roept tot God. Zoals dat het geval was met het bloed van Abel. Iedereen, en iedereen is iedereen. Let nu op. Het zijn predikant of leek. Leek is iemand, een lid van een kerk. Een predikant, alle leiders die in de kerk zitten. Die probeert om het denken van een ander dwang op te leggen of te beheersen. Wordt een werktuig van Satan om diens werk te doen. En in het oog van het hemels universum draagt hij het merkteken van Kai in. Hoort u dat? Hij draagt het merkteken van Kai in. Nu komt er iets anders. Eerst het negatieve. Dan gaan we met Seth beginnen. Seth edeler in gedaante dan Kaïn of Abel. Dat hebben we al eens eerder besproken. Seth had een edeler gedaante dan Kaïn of Abel zelfs. En Abel had een edel gedaante, maar hij was nog edeler. En leek meer op Adam dan een van zijn andere zonen. De nakomelingen van Seth hadden zich afgescheiden van de goddeloze nakomelingen van Kaïn. Dus hoe belangrijk is om scheiding te maken. Gaat uit van haar, mijn volk. Openbaring 18, vers 4. De bewerkblijven. Want die afscheiding is dus belangrijk voor onze tijd. Van de goddeloze nakomelingen van Kaïn. Ze koesterden een kennis van Gods wil. Ze hadden de wet van God in hun hart. Terwijl het goddeloze geslacht van Kaïn geen eerbied had voor God en zijn heilige geboden. Is dat nu ook zo? Zijn daar kerken die zeggen, de wet is aan het kruis genageld? Hebben niets met die geboden. Al die evangelische kerken hebben niets met die geboden. Wist u dat? Of zijn er ook mensen die zeggen van, die lezen wel de geboden van de kansel. Maar die Sabbat die is veranderd. Is in de eerste dag van de week veranderd. God zou zijn geboden veranderen. Zijn bestuur veranderen? Nimmer. Dan bent u een handlanger van Satan als u dat doet zelfs. Als u na de zondagswet nog naar de zondagskerken toe gaat, dan bent u een handlanger van Satan. Onderschat dat niet, lieve broeders en zusters. En als u de Sabbat in uw hart hebt gekregen, dan kunt u niet meer zondag houden. Natuurlijk moet u er alles aan doen om Gods oprechte kinderen nog te helpen in de zondagskern. Maar u beseft heel goed dat u in Babylon aanwezig bent. Laat ik het dan zo uitdrukken. Want er is een periode, een uitsteltijd. Dan kunnen we nergens meer naar de kerk toe. En dat is deze periode, 2020. Eind 2020, begin 2021 kun je me opstellen. Dus, en daar gaat verandering in aangebracht worden. Want Adam was daar, dat hebben we allemaal begrepen, één persoon. En er waren meer heiligen, dat hebben we ook begrepen. En we zien die verdrukking van Paulus. En we zien ook hoe God die opstand van Kaïn weerlegt als het ware. Zichtig uit te drukken. Met wie? Ook weer met een tweede Henoch en een tweede Lamech. Is dat interessant? Dat is heel interessant. En dan willen we nu eens gaan naar een Henoch. Henoch zag alleen door het geloof. Hoe belangrijk is door niet dingen te zien en wel dingen in hun hart te hebben.
Persoonlijk kan ik u vertellen, ik heb zoveel dingen niet gezien, wat later wel gebeurt. En er alleen maar voor gebeden. Want ik weet, als het Gods werk is, dan kan ik daarvoor bidden. Dan helpt God mij. Alles waar ik nu mee bezig ben, ik zie dat niet. Ik zie geen luidroep nu. Misschien hoort u dat nu, dat we in een luidroep zitten. Een jaar later, hoe lang later, weet ik niet. Maar ik weet gewoon pertinent zeker dat die luidroep komt. Dat is het. Ik ben het volledig van bewust dat er straks 144.000 oprechte kinderen van God staan, die een volwassen karakter hebben, via de definitie. Of ik er nog wel of niet bij hoor, ja, ik zou er graag bij willen horen. Dat is wat anders. Maar ik weet pertinent zeker dat dat gebeurt. Ik zie dus niets. Helemaal niets. En de Satan doet anders niets dan mij ontmoedigen. Dat snapt u natuurlijk. Ja, dat lukt hem niet, want ik blijf vertrouwen op God en ik zie niets. Ik heb Jezus Christus in mijn hart en de geboden van God doe ik elke dag moeite voor om die in mijn hart te laten blijven. Laat ik het maar zo uitdrukken. Want Satan is daar ook mee bezig. En dan komen we bij die bepaalde persoonlijkheden van Henoch. Hoe ging dat? Hoe ging dat bij Henoch? Henoch zag God alleen door geloof. Is dat niet perfect? Menselijk voorbeeld. Dus die mensen zeggen, ja, Christus was God. Nou, dat was hij ook. Maar dat gebruikt hij nooit. Dan zegt, ja, wij kunnen die geboden niet houden. Nou, en Henoch dan? Die kon dat toch ook? Dat was een mens. Dat was niet God. Dat was ook niet een Melchizedek. Die hier op deze aarde kwam zonder vader en moeder. Dus u beseft, hier is het perfecte bewijs dat Henoch wel de geboden kon houden als mens. Tweede getuige. En dan hebben we nog een derde bij. En dat was Elia. Die is ook levend opgevaren. En de vierde weet u ook. Dat om het voltal, een getal vol te maken. Dat was vier stuks. Johannes van Patmos. Hebben we dat goddelijke vierde getal van Christus persoonlijk weer. Laten we een kleine opstap maken voor de volgende eredienst. Henoch zag God alleen door geloof. Weer op Bijbelcommentaar, bladzijde 11, onderaan. Zag hij, Henoch dus, God aan zijn zijde? Alleen door het geloof. Hij wist dat de Heere er was. En hij hield zich trouw vast aan de beginselen van de waarheid. En daar draait het hier om. En vooral ook toen, bij Henoch, en ook nu weer, in onze tijd. Aan de waarheid vasthouden. Aan het nieuwe licht vasthouden wat er nu is. Ook wij moeten met God wandelen. Wilt u wel met God wandelen? Natuurlijk. We zeggen allemaal, ik wandel met God. Nou, maak God niet te veel bespottelijk, broeders en zusters, als u dat zegt. Ik wil ook heel graag met God wandelen. Met alle liefde doe ik mijn best ook voor, maar wij kunnen vallen als bakstenen. Val ik in één keer in die verschrikkelijke, afschuwelijke, gevallen natuur weer terug. Dat kunnen wij. En dat gaat niet dat ik begin te stelen of dit of dat te doen. Nee, alleen mijn gedachten al kunnen verkeerd zijn. Dan is het al mis. Vallen we in een gevallen natuur terug. Dus de beginselen zijn belangrijk. Waarheid. Hij hield zich trouw vast aan het beginsel van de waarheid. Ook wij moeten met God wandelen. Als we dat doen, zal ons gelaat verlicht worden door de heerlijkheid van zijn aanwezigheid. Dat stralen wij uit. En als we elkaar ontmoeten, zullen we spreken van zijn macht en zeggen, loof de Heer. De Heer is goed en het woord van de Heer is goed. Geweldig. Christus als altijd aanwezige metgezel. Dat moet bij u ook zijn. Dat was bij Henoch ook zo. En hij was een mens. Volledig mens. Na zijn 65ste jaar begon dat. Zullen we andere eredienst nog lezen. Wij kunnen ervaren wat Henoch heeft ervaren. Wij kunnen ervaren wat Adam heeft ervaren van voor zijn val. Neem die ook even mee. Wij kunnen Christus als altijd aanwezige metgezel hebben. Henoch wandelde met God. U ook. Wilt u dat? Die stap moet u eerst maken. En als hij door de verzoeker, dus Satan, worden wij allemaal,
werd aangevallen, kon hij er met God over spreken. Is dat niet geweldig? Hij had geen geschreven woord, zoals wij dat hebben. Maar hij kende zijn hemelse metgezel met hoofdletters. Hij maakte God tot zijn raadgever. Hij was nauw verbonden met Jezus Christus, onze geliefde heiland. En Henoch werd om deze handelwijze geëerd. U ook, dat kunt u ook worden. Geëerd door Jezus Christus. Hij werd opgenomen in de hemel zonder de dood te zien. Dat kunt u ook bij de 144.000 horen. En zij die aan het einde zullen worden opgenomen, zijn het die op aarde met God omgang hebben gehad. Zij die duidelijk maken dat hun leven met Christus verborgen is in God, zullen hem in heel hun dagelijks leven vertegenwoordigen. De spiegel dus. Zelfs zal met wortel en tak worden uitgeroeid. Daar kan ik stil van worden. Wordt u daar ook stil van? Beseft u nu, lieve broeders en zusters, hoe ook Paulus leefde? Beseft u nu hoe Henoch leefde? Beseft u nu hoe Elia leefde? Beseft u nu hoe Johannes van Patmos leefde? Kunt u zich nu voorstellen wat Jezus Christus, hoe hij leefde en wat hij voor u en voor mij kan betekenen? Maar wilt u dat wel? Wilt u die wereld wel totaal afsterven? Daar draait het om. Die keus hebt u persoonlijk. En er is geen dwang bij God. Dat is wel bij Satan. U bent geen handlanger bij God, maar u bent een volgeling bij God. Er zit wel degelijk verschil in. En God wil u persoonlijk omarmen om u en mij als volgeling straks te mogen ontmoeten in het eeuwige koninkrijk wat hier op aarde al is gestart. Amen. Terug naar die prachtige, mooie psalm. En weer in gebed zingen met z'n allen. Psalm zingt Gods gunstgenoten. Dat is psalm 30, vers 3. Bent u Gods gunstgenoten? Geeft lof den Heer. Dat doet u door uw karakter op het karakter van Jezus Christus te laten lijken. Een beeld van hem te vertegenwoordigen. Die eeuwig leeft. Dan pas kunt u ook eeuwig met hem, Jezus Christus, en God de Vader, God de Zoon, de Heilige Engelen, leven. En met God de Heilige Geest. Laten we samen in gebed zingen, psalm 30. Gunst.
kunnen wij deelachtig worden in het eeuwige leven. In het eeuwige verbond. Heer, op deze aarde. Laten we samen de Heer daarvoor bidden. Dat u met mij de Heer zo in gebed. Lieve goede getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus. Wij willen zo graag die geboden van u in ons hart hebben. Dat we uw karakter mogen weerspiegelen in deze wereld. En dat is niet altijd even makkelijk. Want wij hebben een gevallen natuur en we vallen soms zo terug. En dan moeten we weer op de knieën bij u aankomen. Heere, Heere, vergeef ons. Dan moet uw bloed weer vloeien voor ons. Maar wij weten dat u een barmhartige God bent. En dat u ons ook wilt helpen om... In die derde definitie van karakterperfectie, maar nog meer in die vierde definitie van karaktervolwassenheid te komen. Dat we niet weer terugvallen in die gevallen natuur, maar dat we in die goddelijke natuur blijven. Dat niemand ons eruit kan halen, ook Satan in zijn handlangers hier op deze aarde niet. Kom daarom met kracht over ons, lieve Heer Jezus, lieve Vader in hemel. Stuur uw heilige engelen. En uw heilige geest om ons te bewaken voor te vallen. Zo leggen we deze week ook weer voor u neer. Ga met ons mee. Dat we die blijdschap uit mogen stralen. Dat we u mogen vertegenwoordigen hier in deze wereld. Inderdaad, met vallen en opstaan. Maar wij weten dat we een verlosser hebben, een zaligmaker hebben. En dat u een genade God bent om ons te willen leiden in de eeuwigheid. Dat bidden we daarom van. Kom met kracht over ons, ook deze nieuwe week weer. Om Christus Jezus wil, Vader in hemel, bidden we dat. Amen. We willen straks eerst de inzameling doen. En dan willen we dat laatste lied nog zingen. Vers 4 van Psalm 30. Perst eens de bittere tegenspoed. We zullen bittere tegenspoed krijgen. Tezamens het benauwd gemoed. We zullen het in de eindtijdgeschiedenis, in deze avond van deze wereldgeschiedenis, het absoluut benauwd krijgen. Maar we kunnen ons verblijden in de Heer Jezus Christus. Laten we straks zingen Psalm 30 vers 4. Maar eerst gaan we met z'n allen de inzameling doen. Waar u ook in. Werk van God op deze aarde te ondersteunen en verder uit te breiden. Verre landen aan de kust. En volgende vers: de bergen vallen voor u neer. Al die kerken vallen voor Jezus Christus neer. Laten we samen gaan staan, ook staan blijven om deze mooie psalm te zingen. Psalm 30 en daarvan het vierde vers. En daarna ook de zegen van God mee.
daar, als dat lijden dan gebeurd is in deze wereldgeschiedenis, dan krijgen wij stof tot juichen. En verblijden we ons. Dat willen we toch zo graag. Maar we moeten nog wachten en geduldig zijn totdat dat grote moment komt. Mijn verzoek is of u samen met mij de hoofden wilt buigen om die geweldige zegen van God mee te krijgen voor deze nieuwe week die we aanbreekt. Wilt u samen met mij de hoofden buigen voor God? De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.